De conflicten tussen de bendes in Mungo en Albina zijn minder geworden, waardoor de rust is teruggekeerd. De spanningen die er vanaf het tweede kwartaal van dit jaar bestonden, zijn flink verminderd. Districtscommissaris Olivia Domini zegt dat door haar tussenkomst de rust in Mungo is teruggekeerd. Het is nu wel een beetje rustiger geworden wat dat betreft. Je hebt het op Albina, maar hier op Mungo heb je dat ook. Dus overal zo'n beetje in het district waar je de jongeren hebt, doet dat probleem zich voor. Laat me kijken, ik denk zo'n 2-3 maanden terug waren de jongens van Mungo daarmee weer begonnen. Je hebt een resort hier, een wijk dat Santen heet. Je hebt de jongeren daar, meestal de jongens. En dan hebben ze een groep gevormd. Ze noemen zich gangs. En je hebt in het dorp Pitondro ook een andere groep van jongens, die noemen zich ook gangs. En die twee gangs, wanneer ze elkaar ontmoeten, dan vallen ze elkaar aan. Domini zegt dat jongeren in het district opstandig gedrag vertoonden. Dit probleem is samen met de politie aangepakt. De burgermoeder heeft graag dat de autoriteiten dit probleem serieus nemen en het grondig aanpakken. Dit ding is niet vandaag begonnen. Het doet zich al een hele poos voor. Begrijpt u? Ik heb begrepen van een van de ouders, want die ouders heb ik hier op kantoor opgeroepen en ik heb met ze gesproken, niet allemaal. Oké, wat er is gaan gebeuren, zie dat in december hadden ze ruzie, die jongens onderling. Een van die jongens had de andere groep bespoten met pepperspray. Ne? En wanneer zulke zaken zich voordoen, wordt er geen melding gegeven bij de politie. Ze gaan geen aangifte doen. Ze houden het een onder onsje voor zichzelf, waardoor de politie soms dan niet weet dat zoiets zich daar afspeelt. En dan kunnen ze ook niet optreden om zoiets stop te zetten. Domini geeft aan dat de ouders belangrijk zijn bij de aanpak van dit probleem. Conflicten moeten direct gemeld worden bij de politie. Ze doet een beroep aan alle ouders om een eenheid te vormen en te werken aan de vorming van hun kinderen. De DC zal samen met de politie een bewustwordingsproject beginnen in haar bestuursgebied.